Een mooi shirtje, we zullen opvallen. Dus ik ben heel benieuwd de laatste wandeldag daar. Inwoners van Meijerijstad die aan de Nijmeegse Vierdaagse meedoen, konden vanochtend een speciaal shirt ophalen in het raadhuis in Schijndel. De gemeente Meijerijstad wil hiermee de wandelaars een extra steuntje in de rug geven. Wethouder Johan van Gerwen hielp graag een handje mee. De eerste keer dat we dat doen als gemeente. En wat we net hebben gehoord, in ieder geval positief ontvangen. Ja, dat hoorde ik. Wat kunnen de wandelaars verwachten in Nijmegen van jullie? Nou ja, wij staan in ieder geval op onze vaste plek in Malden. Daar hebben we vorig jaar voor het eerst een stand opgebouwd. Daar gaan we dit jaar ook weer staan. Om de wandelaars nog de laatste kilometers de moed in te praten. Als ze al die dagen erop hebben zitten, zorgen voor een lekkere versnapering daar. En dan te zorgen dat ze inderdaad heel huids allemaal de finish halen. En met goede moed weer het kunnen afsluiten. Hiermee een stuk herkenbaarheid ook is. Ze zien elkaar vaker onderweg. Dus je hebt een herkenningspunt, zeg maar. Dus dat stimuleert eigenlijk alleen maar om uiteindelijk die eindstreep te halen. Een klein stukje tot aan de Villa Gladiola helemaal. Hè. En dan word je eigenlijk door het publiek helemaal gedragen. Dus we hopen alleen dat laatste stukje ook alvast een stukje mee te kunnen dragen met de wandelaars. Idee gekregen van, ik zou ook wel eens willen wandelen, want dat nodigt wel uit. Hè, als je een hele dag daar staat. Hè. Nou ja, ik heb ooit meegedaan met de Vierdaagse. Zei het 10 jaar geleden of zo. Helaas toen uitgevallen na de eerste dag. Maar ja, ik moet inderdaad 50 kilometer. 50 is echt wel daar heb ik diep respect voor de mensen die dat kunnen volbrengen. Vooral in de trainingstijd daarvoor. Want je bent complete dagen kwijt om daarvoor te trainen. En de mensen die 30, 40 lopen. Helaas, daar kan ik nog niet aan meedoen. Ik wens je heel veel succes en vooral ook veel plezier in Malden, in Nijmegen. Dat gaat zeker goed komen. En met deze wandel. Top.